and shared on Facebook and Twitter under Santa Cole Air Show using the hashtag Santa Cole. My name is Sudhira, and if you can hear the sound of my voice, you are absolutely in the right place. Beste toeschouwers, in naam van de boordcommandant, de crew en alle vrijwilligers, wil ik u alle welkom heten aan boord van vlucht Santa Cole 2022 met een non-stop service naar amusement, spanning en plezier. Onze vlucht vandaag zal ongeveer 6 uur 30 duren en we zullen reizen met een snelheid tot wel 1125 km per uur. De boordcommandant heeft het signaal gordels vastmaken opgelegd, dus we vragen u vriendelijk om uw strand of andere stoeltjes uit te klappen en rustig te gaan zitten. Alle elektronische apparaten die mogen nu wel degelijk aangeschakeld worden om zoveel mogelijk beelden te kunnen delen op Facebook, Twitter en hashtag Sanicol. Welkom, we beginnen eraan. We kunnen natuurlijk opereren vanuit hier. Die hebben deze landingsbaan eigenlijk niet nodig. En die gaan van het allereerste nummer van zijn NH90 van de Thuis, sorry, maar laat beginnen aan zijn kosten. Zoals je waarschijnlijk wel kan merken, onze helikopter doet eerst een circuit, zoals we zeggen, hier boven Santa Cole, en dan gaat een beetje een weathercheck. Ik ga een keer kijken wat het weer eigenlijk is, wat de basis van de wolken is, en zo verder, en dit, om dit door te geven aan de controlediensten hier. En in alles goed gaat en is alles volgens normen is, dan kan hij beginnen aan zijn voorstelling. Operational deployments. En dan zijn we nu wel degelijk van start gegaan. Dus de helikopter, de NH90, is een beetje gedaald naar reglementaire hoogte. Alles is mooi gereglementeerd. En hij begint dus aan de voorstelling van deze NH90 is een tweemotorige middelzware helikopter. Middelzwaar, wel, maximum opslaggewicht is 11 ton. Gebouwd door NH Industries in samenwerking met Augusta Italië, Eurocopter in Frankrijk en Eurocopter in Duitsland en Fokker Nederland. Het was immers op de vraag van deze vier landen, dus Italië, Frankrijk, Duitsland en Nederland, dat in 1992 van een veelzijdige inzetbare helikopter te vervangen van de UH-1, de Pumas, de Lynx en de Sea-King helikopters. Elk in een specifieke rol. Dus eigenlijk één toestel ging gebouwd worden, wel ging ontworpen worden om alle verschillende rollen van die vorige helikopters te kunnen innemen. Is de NH90 helikopter en is uiteindelijk gebouwd in twee varianten. De TTH, tactische transporthelikopter, degene die we hier zien,
en de NFH, de NAVO Fregat helikopter, die we later deze namiddag hopelijk aan het werk gaan zien. Dat is natuurlijk een van de eigenheden van een helikopter. Ten eerste de hover, dus het stilhangen in de lucht en natuurlijk het zijwaarts verplaatsen. Dat is natuurlijk ideaal, om zo kan eigenlijk iedereen hier in het publiek toch eens van dichtbij een blik werpen op deze, zoals gezegd, middelgrote helikopter, de TTH NH90. Wel, wat zijn de opdrachten zoal? TTH, het tactische troepentransport, zoals de naam het zelf zegt. Tot 20 volledig uitgeruste soldaten. Dus wel uitgeruste soldaten, dus met een rugzak en een bewapening mee. Tactisch transport van materiaal tot 2,5 ton. Verder natuurlijk kan deze helikopter ingezet worden voor speciale operaties, elektronische oorlogsvoering, vliegende commandopost, parachutisme, voor medevac, dus medische evacuatieopdrachten en VIP-transport. VIP transport, if by that you mean soldiers, then yes. This is a medium-sized twin-engine multi-role military helicopter developed and manufactured by NHI Industries, which collaborates with and is owned by Eurocopter. It can be used for both the Army and the Navy. They've got two different variants with different types of weapons and sensors and cabins for both uses. Developed in response to NATO requirements for a battlefield helicopter, later joined the agency in 2001. Schuldig moeten blijven, want we weten niet wie dat momenteel deze helikopter voorstelt. Misschien enkele nummers of getallen van deze helikopter leeg. Weegt hem 6,2 ton en zoals gezegd maximaal 11 ton voor het opstijgen. Hiervoor is hem uitgerust met twee motoren Rolls-Royce Turbo Mecca van elk 1500 kW. En zoals gezegd, hij kan dus 20 volledig uitgeruste soldaten meevoeren. Of voor de medevacuaties 12 vrachtwagens. That pitch up and down, demonstrating the agility of being able to hold it at that specific altitude. Well, zoals je ziet, heeft dus een bow eigenlijk een groet gedaan naar het publiek. Waarschijnlijk omdat zijn show zo stilaan naar het einde loopt.
En dat wou ik vergeten te zeggen, inderdaad, ik zie al bepaalde mensen. U mag dus inderdaad patches of programmaboekjes, wat dat u ook ter hand heeft, gebruiken om de bemanning toe te wuiven. Zeker voor de bemanningen die hier aanwezig zijn in landen, maar ook voor de mensen. Voilà, als de helikopter voor het publiek hangt, zij zien u heel duidelijk. Hè? Dus u mag altijd uw appreciatie uiten naar de bemanning. Yeah, I gotta tell you, it's a fierce-looking helicopter. I would definitely want to arrive in an area of operation via this bad boy. Chance to meet the crew, shake their hands, ask them what it's like to fly tactically.